Met de kleerkastjes willen we eigenlijk eer brengen, vandaar ook de benaming kleerkastjes, aan die atleten. Dat zijn er in totaal een zevental. En zoals ik al zei, zijn het allemaal eigenlijk atleten die hun sportieve loopbaan beoefend hebben. En wat zit er dan allemaal zo in? Wel, de kastjes zijn niet zo groot. Het zijn wat memorabilia, wat herinneringen aan hun loopbaan. Ze hebben zelf een keuze gemaakt. Soms is dat een trofee, soms is dat een kledingstuk, soms is dat zelfs trainingsmateriaal, dus het is een beetje divers. Als we weg zijn, als we vertrokken zijn en dat die kastje hier blijft, gaan de mensen toch altijd een goede herinnering hebben aan ons. En mijn pantoffels zijn speciaal waar ik 2 keer de Corrida van São Paulo mee gewonnen heb. Dus alles is gebruikt wat in die kast steekt. Ja. Moeder was bijna 102, vader 95, dus ik hoop van nog een beetje mee te lopen. En hoe oud bent u nu? Ik ga binnen 3 weken 74. Dat was in Las Vegas, waar ik mijn 100ste titel won. En ik moest daar spelen mijn openingswedstrijd tegen Larry Johnson. Die noemen ze Boston Shorty. Die was van Boston en dat was een klein manneke. En die is in een biljartkeu, die was eigenlijk groter dan hij zelf was. En vanaf nu, zegt hij, verleer ik niet meer tegen u. Ik zeg, allee, Larry. Ja. En weet je waarom, zegt hij? Ik ga nooit meer tegen u spelen. Ik vind dat mooi voor de mensen. En dan wordt het dus ook eens een keer, dan kunnen ze komen kijken wat eigenlijk de sport inhoudt. He, daar zijn al dingen bij van in 1920 hier. Dus als je dat bekijkt zo, heel die historie daar rondheen en zo, dat vind ik wel interessant. Wat steekt er in jouw kleerkast? Voorlopig steekt er een trui in waar dat ik mijn wereldkampioenschap in gewonnen heb. En de gouden schaats die ik na de carrière gekregen heb van de Vlaamse Rolschaatsbond vind ik ook een heel mooi aandenken. En in dat kastje past dat perfect. De evolutie van de materialen op zich al is fenomenaal. Dus als je dat hier zo op in handbereik kunt bekijken, dan beseffen ze niet wat een schat aan waarde dat ze hier zien. Hè? Is zeker de moeite waard om het eens een keertje te komen bezoeken. Ik raad het zelf de mensen aan om eens een keertje een kijkje te komen nemen. Daar kunnen een hele gezellige dag van maken.